Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom hier op de locatiekeuring in Hestergarden in Beek en Donk. We starten vanmiddag hier om 2 uur. We hebben eerst vanmorgen een herkeuring in Haren gehad. Op deze locatiekeuring hier vandaag zijn er 10 paarden voor de normale keuring en 2 voor de herkeuring. We hebben een opnamerubriek van 6 paarden, 2 stamboekmerries voor graadverhoging, 1 stermerrie en 1 vullenboekhengst. For our viewers from abroad, welcome to this inspection. We hope you enjoy the inspection. We start at 2 o'clock and we start with number 1. Nummer 1 is een 11-jarige merrie die voor zijn leeftijd nog heel veel jeugd uitstraalt. Die ook in het voorbeen voldoende lengte heeft. Een merrie met een goede rasuitstraling. Dat komt door een edelhoofd en een mooie verticale gestelde hals met voldoende lengte. In de bovenlijn is deze merrie voldoende gesloten. Zou wel iets meer bespiering over de bovenlijn kunnen hebben. Het kruis is hellend met voldoende lengte. Komen we bij het beenwerk, is een merrie met royale hoeven die recht in het achterbeen is, maar wel voldoende kwaliteit in het beenwerk toont. In de stappen is deze merrie kort, zou resoluter mogen doortreden, is, mist zo nu en dan in stap ook de takt. In draf
is de Marie kort en gehaast. En ook in deze gang mist ze op dit moment de takt. En vanwege het niet taktmatig zijn van de stap en de draf kunnen we haar vandaag niet opnemen in het stamboek. Zet hem maar voor het publiek neer. We gaan dit even zo proberen. Horen. Nummer 2 is een langgelijnde merrie die goed in het front is. Zou in zijn totaliteit iets meer lengte in het voorbeen kunnen. De rasuitstraling is voldoende. Het hoofd zou iets edeler kunnen. Het is een paard met een mooie schuine schouder waar ook veel schoft in zit. In de bovenlijn moet dit paard toch geslotener zijn, met name op het lendengedeelte.
Ook het kruis is iets te hellend, maar wel met voldoende lengte. In het beenwerk is hij voor iets onderstandig. Ook in het achterbeen is hij wat gehoekt. In de bewegingsafloop voor laat hij wat een Franse stand zien. De stap is wel takmatig, maar mist ruimte en mist ook de kracht. In draf waardeert deze merrie zich wel weer op. Draaft met een krachtig achterbeen, ook met een goede buiging in het achterbeen. Zou daarbij het lichaam nog iets meer opwaarts kunnen brengen. Deze merrie verdient vanwege zijn goede draf een derde premie. Number 2 is accepted in the stadboek with a third premium. Nummer 3 is een royale ruimgelijnde merrie die in de presentatie toch iets de rasuitstraling mist. En dat komt met name omdat het hoofd wel wat edeler kan. Is ook vrij horizontaal in zijn hals. Dat zien we liever toch iets verticaler. Een merrie die in de bouw opvalt door een goed schouder, ook een goede schouderligging. Ook een gesloten en sterke bovenlijn heeft. Met een vrij recht kruis waar wel iets meer lengte in zou kunnen. In het beenwerk heeft hij royale hoeven, is ook voldoende droog. Is vrij correct in zijn standen. In de stap
is hij voldoende takmatig, maar zou iets zou meer moeten buigen in het sprong en het achterbeen actiever onder de massa moeten plaatsen. In draf laat deze merrie een goede ruimte zien, ook wel met voldoende buiging in het achterbeen. Zou daarbij wel iets meer door het lichaam moeten lopen, dus iets meer souplesse in de bovenlijn laten zien en iets meer oprichting. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 4 is een langgelijnde luxe merrie met die nog veel jeugd uitstraalt. Ook waar een mooie lange hals op zit, ook met een lichte hoofd-halsaansluiting. Ook een goed gevormde hals. Zou iets schuin gesteld kunnen zijn in het schouder. Heeft een goede gesloten bovenlijn, ook een kruis met veel lengte. In het beenwerk is hij lang gekoot met royale hoeven. Is dus zijn achterbeenstand iets recht. In stappen laat hij heel veel ruimte zien met een heel ruime pas.
ook een goede schoudervrijheid en een goed lichaamsgebruik. Dus dat is een hele positieve stap. In draf is hij krachtig, ook met veel buiging in de sprong en voldoende ruimte en lenigheid in het lijf. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een eerste premie. En krijgt dus ook een uitnodiging voor de tweede presentatie aan het einde van deze keuring. Dus u bent daar van harte voor uitgenodigd. The results of this mare, number 4, she's accepted in the stud book and declared star with a first premium. So at the end of this judging, she comes back for a second presentation.
De uitslag van nummer 5. Nummer 5 is een merrie die in zijn totale bouw wel wat meer rek kan tonen, wat meer langgelijndheid. Ook een merrie die wat jeugduitstraling mist. Is wel voldoende verticaal in de hals, heeft een iets zware hoofdhalsaansluiting. Heeft een schouder met voldoende lengte, ook een goede bovenlijn en een voldoende lang kruis. In het beenwerk zien we een merrie met royale hoeven, die ook in de gewrichten kwaliteit heeft, dus droog is. Ook een correct gesteld beenwerk. In stap moet deze merrie toch meer kracht tonen, ook meer doortreden in het achterbeen is vrij kort. Maar is wel correct voor. In draf loopt de merrie te veel op de voorhand. Moet het achterbeen resoluter onder de massa zetten. Ook loopt hij net in een iets te hoog tempo om de pas goed af te maken. En vanwege de stap en de draf die op dit moment toch kracht tekort komen, wordt de merrie opgenomen in het stamboek zonder premie. Number 5 is accepted in the startbook without a premium. Heel de lange tijd. Niks.
Nummer 6 is een royale, iets gerekte merrie met voldoende rasuitstraling. Ook voldoende lang behang, wel met een iets bruine kleur. Merrie heeft in de bouw voldoende voorbeenlengte. Ook de bovenlijn is goed gesloten. Het kruis is hellend, maar wel met voldoende lengte. In het beenwerk is hij iets gehoekt in het achterbeen. Is voor ook iets onderstandig. Ook zouden we graag in het beenwerk wat meer kwaliteit willen zien. Dus met name wat meer hardheid in de gewrichten. In de stap is hij ruim. Sluit ook voldoende aan. Is goed takmatig. In de draf maakt hij wel voldoende ruimte. Maar moet het achterbeen beter onder de massa zetten. Dus directer aantreden en ook meer oprichting in zijn lichaam laten zien. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. The results of number 6. She's accepted in the studbook with a third premium. Niks doen, Jan.
Nummer 7 is een 10-jarige merrie die voldoende duurzaamheid ook uitstraalt. Een merrie met veel rasuitstraling komt er ook door het behang en de mooie halsvorm. Merrie die in bouw ook voldoende voorbeenlengte heeft een hele sterke bovenlijn, met name op de lendenen. Het kruis is hellend. In het beenwerk heeft hij goede hoeven, is iets rechtgesteld in het achterbeen. De gewrichten zijn voldoende droog, ook voor ze gezien zijn leeftijd. In de stap laat hij veel ruimte zien, ook met een voldoende actief achterbeen. Deze merrie toont in stap ook veel lichaamsgebruik, loopt mooi door de rug. In draf toont hij wel voldoende oprichting, ook wel een voldoende in het achterbeen. Zou het voorbeen toch ruimer kunnen wegzetten. Is ook iets hoog in zijn ritme. Vandaag, we hadden op stap en op draf, op de stap een 7,5, op de draf een 6. Maar vandaag nemen we voor zijn resultaat de cijfers van de ABFP-test mee. Dus de 6,5, de 7,5 voor stap en de 6,5 voor draf. En dat maakt dat deze merrie vandaag stamboekster wordt met een tweede premie. Gefeliciteerd. The results of number 10. She's accepted, or she's already accepted in the stud book, but she can become star with a second premium. Odds of her ABFP test.
Nummer 8 is een langgelijnde, toch wel iets driedelige merrie met veel behang. Ook met een goede rasuitstraling. Voldoende in het front, mist daarbij wel iets de neklengte. In de bovenlijn zou hem liever iets geslotener zien. Heeft een hoog en hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Zou iets royaler in de hoeven kunnen. Heeft ook een vrij lange schenkel. De draf is met veel ruimte, maar zou iets geslotener kunnen draven. Dus iets directer het achterbeen onder de massa plaatsen. De stap is op dit moment toch wel de beperking van deze merrie. In stap mist hij toch op dit moment de ruimte en de takt. En ook vanwege de stap kunnen we deze merrie vandaag niet primeren met een derde premie. Dus het blijft stamboek zonder premie. The result of number 8. She stays in the startbook without premium. Of the walk.
De uitslag van nummer 9, een 6-jarige stermerrie, is een vrij massaal paard. Wel met een goede opwaartse bouw. Ook een merrie die veel ras uitstraalt. Wat met name komt door ook het royale behang en de royale sokken aan de benen. Wat we toch wel graag zien. Merrie heeft een voldoende verticale hals. Zou wel iets meer lengte in de hals kunnen tonen. Het is een merrie met een hele sterke bovenlijn. Met name op de lenden. Merrie heeft voldoende lengte in het kruis. In het beenwerk, de gewrichten zijn van voldoende kwaliteit. Zou wel iets royaler in de hoeven kunnen. Verder is het beenwerk goed correct gesteld. In stappen is hij ruim, maar met voldoende activiteit. Zou daarbij wel iets meer door zijn lichaam kunnen stappen. Ook in draf laat hij wel veel ruimte zien. Maar moet het achterbeen directer onder de massa plaatsen. Laat het achterbeen komt wat van ver. Mede door de stap en de draf die toch meer souplesse en meer kracht moeten laten zien, wordt deze merrie vandaag niet uitgenodigd voor een tweede presentatie. The result of number 9, she is not invited for a second presentation today. Blijf het staan! Blijf het staan!
Nummer 10 de uitslag. Een hengst met wel veel ras, ook veel uitstraling. Met een mooi front, ook een mooie verticale hals. In het algemeen mist deze hengst in de bouw toch wel de langgelijndheid. Zou ook iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. In de bovenlijn heeft hij voldoende aansluiting. Heeft ook voldoende lengte in zijn kruis. Het beenwerk is achter gehoekt. Heeft voldoende royale hoeven, ook de kwaliteit in het beenwerk is goed. In het draf stapt hij wel met ruimte, maar moet actiever in het achterbeen en moet ook in de stap meer takt laten zien. In draf heeft hij wel ruimte, ook wel een voldoende souplesse, maar zou meer oprichting in de draf kunnen laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster en dat zit met name vast op dat we graag een iets langgelijndere bouw willen zien en meer takt in de stap.
De uitslag van de tweede presentatie van nummer 4. Het is een hele jeugdige, langgelijnde, luxe merrie met veel rasuitstraling. En mooi langgelijnd, ook veel rek in het lijf. Met een goede bovenlijn, ook kruis met goede lengte. In het beenwerk heeft hij veel kwaliteit, lang gekoot, ook goede hoeven. Net zoals in de eerste presentatie laat hij een hele ruime stap zien met een goed lichaamsgebruik. Ook in draf heeft hij de goede manier van draven met een goede buiging in het achterbeen. Brengt het achterbeen ook onder de massa en toont een opwaartse draf. Dus vanwege de goede rasuitstraling, bouw, beenwerk en ook met name door de goede stap en de goede draf wordt deze merrie vandaag voorlopig kroon. Gefeliciteerd! The results of number 4, she's a preliminary crown today.
Het resultaat van de herkeuring van nummer 11, Tooske van Diphoorn, een 6-jarige merrie. Wel een royale merrie die toch wel iets vroegrijp aandoet. Met een voldoende lange hals, ook in de bovenlijn sterk is. Met voldoende lengte in het kruis, maar wel een kruis wat hellend is. In het beenwerk heeft hij royale hoeven, ook is het beenwerk correct gesteld. Deze merrie laat in draf heel veel ruimte zien, ook met een heel goed voorbeengebruik, ook met een goed sterk achterbeen en veel kracht. Dat is een heel positief punt van deze merrie. Maar in deze presentatie liet deze merrie een stap zien die eigenlijk te kort is, die ik meer takt moet laten zien en meer het voorbeen moet wegzetten. Dus vanwege de beperkte stap wordt deze merrie vandaag geen ster en blijft hij dus stamboek met een derde premie. De uitslag van nummer 12, Ramona van de Vaartkant, 7-jarige stermerrie. Een merrie met veel rasuitstraling, komt ook door het vele behang. Heeft een edel hoofd, ook een mooie, lange, goed gevormde hals. In de bouw heeft hij veel voorbeenlengte met een hele sterke bovenlijn. In het kruis zouden we hem graag iets minder hellend willen zien. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook verder correct gesteld voor. Is toch wel iets gehoekt in het achterbeen.
In stappen laat hij voldoende activiteit zien, ook wel goed door het lichaam gestapt. Is wel iets nauw voor. In de draf draaft hij met een te hoog ritme, waardoor deze merrie niet een goed zweefmoment laat zien en ook de balans mist in de draf. Dus vanwege het hoge ritme in de draf krijgt deze merrie vandaag geen uitnodiging voor een tweede presentatie.